kleine Minecraft quiz. Het is een mob die niet tegen zonlicht kan en hij heeft altijd een boog bij zich. Welke Minecraft mob heb ik in mijn hoofd? Laat het in de comments weten en like de video om je antwoord te bevestigen. Hallo avonturier! Ha! Welkom terug! Goed je weer te zien! Goed om jou weer te zien! Wij hebben heel wat vooruitgang geboekt met rugtassen. Ah, ik was hier een tijdje terug. En toen hebben wij verschillende soorten rugtassen gekregen. Van deze jonge man, van deze jonge avonturier. Niet per se van hem, maar dit is geloof ik Backpack Village. Een stadje wat zich specialiseert in gekke rugtassen in Minecraft. Rugtassen gebaseerd op ores zijn leuk. Maar mobs zijn leuker. Wat dacht je van zombie rugtassen, skeleton rugtassen, creeper rugtassen, episch? Jup, we hebben het allemaal. Ga je gang en check het zelf. Guys, oké, wacht even. Als jij een rugtas zou mogen hebben in Minecraft, gebaseerd op een bepaald soort Minecraft mob, wat voor soort mob rugtas zou jij dan willen hebben? Een zombie rugtas? Een skeleton rugtas? Of een slime rugtas? Laat het in de comments weten hier beneden. Ik ben heel erg benieuwd. Oh ja, de vorige keer waren er een aantal rugtassen waar wat in zat. Weten jullie dat nog? There we go. Oh jongens. Dit zijn er serieus een hoop. Oké, we beginnen met de eerste rij. Op nummer 1 hebben wij de enige echte wolfrugtas. Oh, oké, op zich... Het ziet er best wel gaaf uit. Het lijkt me wel een klein beetje vervelend als je gewoon ergens in het park loopt waar honden worden uitgelaten. Dat jouw rugtas dan begint te blaffen. Oké, dat is best naar. Maar de volgende, dat is de sponsrugtas. Dat is nice. Zeg maar, spons in Minecraft absorbeert water. Het is best wel grappig. Als je heel goed ergens in beeld kijkt, zie je nu de avonturier nog staan die mij dit allemaal heeft verteld. Als je hem ziet, spam dan granaatappel in de comments. Want dat is lekker. De volgende die we hebben, dat is de spiderrugtas. Ah, het zou best wel naar zijn als deze rugtas ineens spinnenwebben creëert. Waarmee je vast komt te zitten terwijl je probeert te lopen. Dat is wat minder prettig. En nu de meest satisfying rugtas van dit jaar. De slime rugtas. Oh, dat is awesome. Dat is best gaaf. Ik vind hem er leuk uitzien. En hij is gewoon cool, oké. De volgende... is de zombie rugtas. Ik hoop niet dat het een virus is waardoor de rugtas een zombie is geworden, want dan heb ik het zo meteen ook! En dan ben ik niet, maar dan ben ik, en dat is op zich niet zo fijn. De volgende is de skeleton. En dat is trouwens ook het goede antwoord uit de quizvraag. Van de quizvraag uit het intro van de video. Het zou best wel grappig zijn als mensen nu achter je lopen of proberen voor te dringen in een rij en dat jouw rugtas dan gewoon met een pijlenboog, net zoals een echte skeleton. Dat zou leuk zijn. Jongens. De creeper rugtas. Ik weet niet of dit goed is. Zeg maar, een creeper explodeert. En ja, dat is niet nice. We gaan eens even kijken of er ook wat in de rugtas zit. De allereerste. Een houten trident. Nice. En de tweede. Een stone trident. Nice. En de derde. Een... ijzeren trident. En in de vierde. Een gouden. De vijfde. Diamond. Zesde. Emerald trident. En de zevende. Wat is dat? Een vervloekte trident. Oh, ik heb per ongeluk al mijn rugtassen in mijn rugtassen gestopt. Dat was eigenlijk niet mijn intentie. Maar als het kan, dan kan het. Het kan niet per se. In ieder geval. Ik heb nu een aantal verschillende soorten tridents. Laten we zeggen hout. Versus diamond. Dat is eigenlijk de enige die ik echt wil checken. Laten we ze sowieso allemaal uitproberen. Eerst de houten. Oké. Nu de stenen. Oké. IJzer. Oké. Goud. Ah. Oké, dus ijzer is sowieso iets beter dan goud, denk ik. Diamond. Huh. Ja, diamond, dat werkt. Emerald. En nu de vervloekte. Oh, jongens. Welke trident zou jij willen? Welke soort materiaal, wat voor soort materiaal zou jij in je trident willen hebben? Laat het weten hier beneden in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. En best wel leuk om gewoon... Wow.
Deze dingen zijn trouwens ook echt mega. Ik had dat nog ineens gezien, maar dit is echt super gaaf. Nee, leuk om... Oh nee, ik wil hem niet weggooien. Om dit ook in de video te kunnen zien. Niet alleen maar rugtassen, maar ook gewoon epische items die erin kunnen zitten. Oké, we gaan door. On to the next one. En ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat zijn. We gaan voor het bovenste rijtje. We gaan even, zeg maar, scenario's in ons hoofd nemen. Situaties, fictief, hè, dus die niet echt gebeurd zijn, maar die wel zouden kunnen gebeuren. Gebaseerd op het soort rugtas, oké? De allereerste die wij hebben is de... glowstone rugtas. Hey, dat is handig. Als je aan het minen bent, dat er gewoon continu licht uit je rugtas komt. Lichttas, kan ik beter zeggen. Ja, dat is best wel apart, maar lijkt te werken. Oh, jongens. Een ghast rugtas. Oké, begrijp me niet verkeerd. Een ghast is cool. Een ghast is groot. Het lijkt op een navelpluisje. Ja, ik weet niet wat ik heb met navelpluisjes. En hij vuurt vuurballen af. Dus op zich wel chill. Nou, wederom wat ik ook al eerder bij een andere rugtas zei. Dat was de skeleton rugtas waarbij ik dat zei. Dat als iemand probeert voor te dringen in de supermarkt. Dat jouw rugtas dan mega vuurballen afvuurt. Lijkt mij wel verstandig. Of nee, eigenlijk totaal niet. Maar het zou kunnen. Oh, jongens. Een rugtas en een kat in één. Dan vraag je gewoon letterlijk aan je ouders. Mag ik een huisdier? Waarop hun zeggen nee. Terwijl, wanneer jij dan vraagt. Mag ik een rugtas? En hun zeggen ja. Je eigenlijk gewoon alsnog een huisdier krijgt. Ook al lijkt het mij niet echt het huisdier wat je wilt, een rugtas. Dan is het zeg maar zo'n dag waarop je je huisdier mag meenemen naar school en dan kom jij met een rugtas aan die miauw zegt. De volgende is de Ant Portal rugtas. Yo, zou je met deze rugtas naar de Ant kunnen? Dat je gewoon in je rugtas kruipt zo en dat je dan in die Ant uitkomt? Lijkt me niet. Nee, lijkt me ook onverstandig om in je rugtas te kruipen. De volgende is de kip rugtas. Hey, wil jij eieren? Ja! Doe je rugtas dan om. En wacht. Wat? Wat zegt die man allemaal? Ja, dat is ook raar. Maar het is wel cool. Een kip en een rugtas in één. Oeh, een Enderman rugtas. Oh, jongens. Teleporteren met je rugtas. Ik weet niet of dat kan. Maar het ziet er wel cool uit. It's nice. It's pretty cool. De elektrische rugtas. Ik weet niet. Ik vind hem een beetje matig qua uitstraling. Zeg maar, als je elektriciteit hoort, dan denk je toch... En dit was meer... Gewoon... En de allerlaatste die ik hier heb, een ei-rugtas. Hey, dat is best cool. Dat je gewoon loopt en dat terwijl je loopt er een kans is dat er een ei uit je rugtas valt. Alleen de mensen die voor jou lopen, zullen denken dat dat ei niet uit jouw rugtas valt. En dat je hem dus uit hebt ge... ja! Oké, ik ben geen kip. Misschien een beetje. Wat kwam eerder? Het job of het ei? Oké, we gaan snel verder. We doen even onze inventaris leegmaken. Ik wil de trident wel houden, want ik bedoel... Oh, ik heb per ongeluk alleen de emerald trident gehouden. Ach ja, so be it. We gaan eens even kijken welke we nog meer hebben. Oeh, jongens. Oké, ik zie een aantal epische backpacks erbij zitten. We beginnen met de allereerste uit deze rij. En dat is... Yo, wat? De regenboog rugtas. Hé, het lijkt een beetje op Nyan Cat. Het is Nyan Cat. Awesome. De pumpkin. Dat is nice. Tijdens Halloween. Dat je gewoon zelf buiten kunt gaan staan. He, met je hoofd naar de muur. Zodat de omstanders en de voorbijlopers. Voorbijwandelers. Voorbijgangers. He, zo noem je dat. Een pompoen zien. Maar eigenlijk is het jouw rugtas. Ja, meer dan dat kan ik er niet van maken. Een biggen rugtas. Ik weet niet of je daar blij mee moet zijn. Yo, wat heb jij voor rugtas? Een gele. En jij? Een blauwe. En jij? Een big. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet of je daar blij van moet worden. De magma cube. Oké. Zeg maar, een magma cube woont in de nether. En een magma cube is magma-achtig. Dat betekent heet, dat betekent vurig, dat betekent lava-achtig. De Wither. Waarom heeft hij maar één hoofd? De Wither heeft drie hoofden. Mm-mm. Je bent gedisqualificeerd. Je hoort daar niet meer bij. De sneeuwrugtas. Lijkt me ook weer niet zo prettig om een rugtas te hebben gemaakt van sneeuw. Lijkt me vooral heel erg koud. De volgende die we hebben, dat is een schaaprugtas. Hey, schapen hebben wol. Wol is warm. Ik vind deze awesome. De mushroom cow. Gratis paddenstoelensoep heel de dag. Je trekt gewoon aan je rugtas en je hebt paddenstoelensoep.
Dan is het een soort van vendingmachine op je rug. En de allerlaatste, dat is de meloenrugtas. Wauw, jongens. Ik weet eerlijk gezegd niet wat de winnaar is. Ik weet in ieder geval wel dat deze er awesome uitziet. Deze er awesome uitziet. Maar deze zien er ook best wel cool uit. En natuurlijk de Emerald Trident. Die ik denk ik toch maar aan de avonturier ga geven. Die mij alle informatie heeft gegeven om deze rugtas in eerste instantie überhaupt te kunnen krijgen. Guys, laat in de comments weten wat voor soort rugtas zou jij ontwikkelen. Mag een rugtas zijn van elk soort Minecraft materiaal. Mag zelfs een dirt rugtas zijn. Oh, ik heb zelfs een haste potion gekregen. Yes! Nu kan ik sneller hakken. Haha. Nee, wat voor soort rugtas zou jij willen? Een cactus rugtas. Die hebben wij trouwens in de vorige video gezien. Een wortelrugtas. Een villager rugtas. Een rugtas waarmee je dan kunt ruilen in ruil voor emeralds. Laat het in de comments weten. Bedankt voor het kijken. En adios. Oh ja, abonneer. Geel gratis. Hier beneden. Rode abonneerknop. Druk erop, dan word je grijs. En dan zie je een belletje. Druk daarop en dan ben je een opperbaas. Doei, sugarcane. Woe!